Erwin van der Looy, eerste wedstrijd onder jouw leiding thuis gewonnen. Tegen Vitesse, een hele belangrijke wedstrijd ook. Wat gaat er nu door je heen, nu je deze winst hebt gepakt? Nou, opluchting. Dus het was een wedstrijd die je niet al te vaak moet spelen. Want dan word je wel een paar jaar ouder van als trainer. Als je zo'n belangrijke wedstrijd speelt en zo op zo'n manier begint. En het zit niet in dat de spelers niet willen of zo. Dat was echt totaal niet. Maar ik vond dat... We waren heel gespannen, stonden echt dat onder hoogspanning en ook een beetje angstig werden we daardoor. En dat zijn altijd slechte raadgevers om goed te voetballen. En gelukkig maken we nog een goal, maken we naar de 2-0, de 2-1 snel en dan krijgt Vitesse een rode kaart. En de tweede helft heb ik wel echt een hele andere ploeg gezien. Die natuurlijk geholpen misschien tegen 10 man, maar ook met veel meer lef, met veel meer energie. Toen kwamen we pas echt los en uiteindelijk hebben we toen ook nog genoeg kansen gecreëerd en gelukkig gewonnen. Ja, die eerste helft met 2-1 afgesloten. Wat is er in de rust allemaal gezegd? Nou, niet zoveel. Het is niet de plek om dan allerlei dingen te zeggen of verwijten te maken. Daar heb je verder helemaal niks aan. We moeten juist in de tweede helft betere dingen doen. Dus we hebben tactisch iets anders neergezet. We gingen met echte buitenspelers spelen in plaats van met mensen aan de binnenkant. Dus dat hebben we even uitgelegd, hoe we het wilden, wat we wilden. En voor de rest hebben we vooral gezegd dat ze ook... tegen 10 man ook rustig, of niet rustig, maar geduldig moeten spelen. Dus wel met tempo, maar wel geduldig. Dus niet te snel ballen naar voren, want dan ga je heel veel fouten maken en dan gaat er heel veel mis. Ik denk dat je beter 5 goede aanvallen kan hebben dan 10 hele slordige aanvallen. Dus daar hebben we het even over gehad en dat was alles. En hoe ga je nu de wedstrijd tegen PSV in? Nou, iets ontspannender dan, als je 3 punten erbij hebt. Dat is zeker. Ja, dat is wel weer een totaal andere wedstrijd. De druk in die wedstrijd is natuurlijk ook heel anders. Ik voelde bij die spelers gewoon dat iedereen ziet, kent de stand. Maar ik merkte het ook hier bij de mensen die gewoon bij Heracles werken en die niet met voetbal te maken heeft. Iedereen was deze week toch een beetje onrustig, een beetje gespannen richting deze wedstrijd, omdat die zo belangrijk is. En ik denk dat de spelers dat ook gewoon mee hebben gekregen. En dat zal volgende week anders zijn. Dus die wedstrijd is anders. En we gaan er een goed plan verzinnen om daar ook weer te stunten. Dat zou wel mooi zijn. Straks na PSV komt Utrecht. Ja. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Ja, dat is een tegenstander waar we het liefst gewoon weer punten van moeten pakken. En ik denk dat we daaraan gelijkwaardig zijn. Dus dat zijn natuurlijk ook weer interessante wedstrijden. Alles wat we bij PSV pakken is bonus. En daarna hebben we Utrecht en Almere en dat zijn weer hele belangrijke wedstrijden. Maar. Dus we gaan ons nu vooral concentreren op het voetballen. En we gaan het erover hebben waarom we zo begonnen zijn. En dat het eigenlijk totaal onnodig is. En hopelijk komen we dan met een goede attitude het veld op tegen PSV. En ook daarna tegen Utrecht en Almere. Wij gaan het in ieder geval live meemaken dan bij PSV en Utrecht natuurlijk. En we wensen je heel veel succes. Belangrijke wedstrijd, Jesse Hoornkamp. Je komt 2-0 achter staan in de eerste helft. Wat gaat er dan door je heen? Ja, veel frustratie op het moment. Het is gewoon niet hoe je wilt beginnen aan de wedstrijd. En dan, Max zei 2-0, ben je boos. Eigenlijk vooral omdat niemand eigenlijk de taken uitvoert die we van tevoren hebben besproken. Gelukkig scoor je daarna de 2-1. Rechts zijn rood, waardoor we weer terug in de wedstrijd komen. Eigenlijk. Wat... is er in de training vooraf besproken? Die corner was inderdaad ingestudeerd. Omdat we analyseren ook de tegenstander. Hoe zij lopen, wie er goed meelopen, wie juist niet. En deze was eigenlijk precies zoals we hem hadden gedaan. Vooral gewoon de eerste. Dus die knik ik binnen. En die tweede hebben we heel veel opgetraind om hem dan de tweede paal te leggen bij mij. Dat ik hem terugkop, zodat iemand daar weer is. Alleen ja, nu viel hij opeens binnen. Dus ja, dat was wel lekker. Vooruitkijkend op de wedstrijd tegen PSV. Hoe gaan jullie met het team naar die wedstrijd toe? Zelfs als elke wedstrijd. Je wil gewoon winnen. Je wil gewoon iedereen wilt zichzelf laten zien. En gewoon 3 punten pakken eigenlijk. Deze winst voegt hij wel wat toe aan het moraal in het team? Ja, is wel lekker natuurlijk. We zijn niet blij hoe we de eerste helft zijn begonnen. Maar ja, daar gaan we over zitten. Maar over het algemeen zijn we natuurlijk hartstikke blij dat we gewonnen hebben. En verder uitlopen.